Welkom terug YouTube. Als eerste wil ik zeggen, we hebben 500 abonnees behaald deze week. Ben ik helemaal blij mee. Op naar de 1000. Mijn doel voor dit jaar was 500 abonnees. Nou, die hebben we al gehaald. In de vijfde maand. Nu heb ik mijn doel gezet op 1000. Zal ik wel niet halen, maar doe maar, dat is niet erg. Je moet toch een doel hebben om naartoe te werken. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te doen. Ik heb de uitslag van de poll. Had ik gevraagd, wat zien jullie het liefste? Lasvideo's, video's uit de werkplaats of werkzaamheden op de veerponten? Nou, er is uitgekomen dat 55% het liefste de lasvideo's ziet. Die blijven ook zeker komen op zondag, dat is geen enkel probleem. 28% die vindt de filmpjes in de werkplaats wel leuk. En 16% vindt de filmpjes op de veerponten wel leuk. Nou wil ik die ook zo gaan doen. Op zondag komt het lasfilmpje, sowieso. En dan door de week doe ik afwisselen met werkzaamheden in de werkplaats. En af en toe eentje van op de veerponten. Dus dat ongeveer in dezelfde verhouding staat zoals jullie gestemd hebben. Van de week een hoop ellende gehad. Computer kapot gehad. Dat is lastig. Heb ik ook video's kunnen uploaden door de week. Dus daarom hebben jullie niks gezien van mij. En voor de verdere rest heb ik het erg druk gehad. Ik heb nu de computer weer op orde. Ik zit erachter. En daarom maak ik dit filmpje nu. Ik zal jullie even op de hoogte brengen wat er allemaal gebeurd is van de week. Ja, ten eerste de tractor die onder water is geschoten. Dat is nog niet opgelost. Ik heb de motor weggebracht naar Baak. Ik heb hem uitgebouwd. In Baak zit Pasman. Dus, die doet normaal altijd de motordivisies voor ons. Die had nog een paar D59's liggen. Dat is het motortje waar het tractortje zat. In onderdelen. En dan gaat hij hem weer samenstellen. Zodat we weer een goed motortje hebben. Zo gauw ik hem terug heb, dan zal ik filmen hoe ik hem in elkaar zet. En dan zien jullie het weer. Nou, van de week door de week zouden er eigenlijk filmpjes opkomen. Van het roeibootje opknappen. Voor mijn zoon, we hadden nog een roeibootje liggen. Bij de stichting, dat gebruiken we niet, dat is te klein voor ons. We willen het ook niet wegdoen. Mijn oudste zoon die wou graag een roeiboot hebben. Nou, dan hebben we afgesproken van, knap jij hem op. Leggen we hem bij de reservepont neer en dan mag jij hem gebruiken. Maar hij blijft eigendom van de stichting. Dus hij was er helemaal wild van en dit is het resultaat. Hij heeft hem netjes opgeknapt. Hij heeft hem een naam gegeven, ja, of daarmee eens zijn, dat is een tweede. Maar goed, het zit erop. Ze zijn er blij mee. We hebben hem, moet ik niet liegen, zaterdagmiddag in het water gelegd. En ze zijn er twee hele dagen, dus zaterdag de rest van de dag tot 's avonds een uur of 9 hebben ze ermee gevaren. En de zondagmorgen zijn ze weer gegaan en hebben ze ook weer tot een uur of 9 gevaren 's avonds. En toen moest ik ze komen redden, was de benzine op. Ze hadden geen reservekan benzine meegenomen. Maar hij is er helemaal blij mee. Ik hoop dat je hem netjes bijhoudt. Dat je er nog lang plezier van heeft. Als jullie je eigen afvragen waarom ik dinsdagavond nooit reageer. Nou, dat komt omdat ik dan oefening heb met de brandweer. Dat is leuk. Van de week zijn we wezen varen. Dat moet ook gebeuren. We zijn een keer door de sluis gegaan. Dat hadden de meesten nog nooit gedaan. Nu dus wel. Nou, ze vonden het helemaal geweldig. Dus daar doe ik zin in. Dat doe ik dinsdagavond. En daarom reageer ik dinsdags eigenlijk nooit. Dat is al pas de dag erop, s'avonds, dat ik dan reageer op de vragen die er onder mijn video komen. Verder heb ik nog een klep gelast in Megen. Die is afgewerkt met zwaailast, was 2 meter losgekomen van het bovendek, van de onderkant van de klep. Hebben we weer netjes vastgezet. En een hoop rommeldingen hebben we er nog tussendoor gedaan. Allemaal hartstikke druk gehad van de week en pech met mijn computer. En daarom hebben we niet geüpload. We zijn ook nog een dag heel iets anders wezen doen dan wat we normaal doen. We zijn weer een kraan rondgereden en we hebben overal het groen vanaf gekrapt van de stoepen en van de zettenstenen langs de kant. Dat moet ook gebeuren. Dat doen we eens in het jaar, eens in de 2 jaar ongeveer. Dan is er weer zoveel aangegroeid dat het tijd wordt om het eraf te halen.
Dat is ook wel apart werk. Normaal besteden we het uit. We hebben nu sinds kort een veerman, die is altijd machinist geweest. Dan hebben we een minigraver gehuurd, daar gebeurt er normaal ook mee. En dan hebben we het in eigen beheer gedaan, zoals je hier kunt zien. Hier zijn we met de zetstenen bezig bij de veerpont in Megen. Ik heb er ook nog een filmpje van gemaakt in Alem. Maar daar zet ik een andere keer online. Ik heb gelukkig alle video's van mijn oude computer af kunnen krijgen. Gelukkig wel. Die moet ik nu nog wel bewerken. En die komen in de loop van de komende weken online. Lastvideo's, ja, die heb ik een paar weken van tevoren erin staan. Die had ik er nog 3 of 4 op staan. Dus dat gaat automatisch door op zondag. Gelukkig. Want anders had ik nu ook een probleem gehad. Want ik heb van de week dus helemaal niet gefilmd. Alleen met de graafmachine heb ik gefilmd in Haarlem. En voor de verder rest helemaal niks. Geen tijd gehad. En hier wou ik het bij laten. Ik ben er hartstikke blij mee dat we de 500 hebben gehaald. Helemaal top. Dat hebben jullie bewerkstelligd. Dat ik toch gemotiveerd blijf. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik krijg een hoop positieve en leuke reacties. Ik hoop dat dat zo blijft. Als je nog ideeën hebt voor nieuwe lastvideo's, laat ze me weten. Het duurt eventjes voordat ze online komen. Maar ik ga ze zeker maken. En hier wou ik het bij laten. Als je mijn filmpjes leuk vindt, duimpje omhoog. Hij wordt alweer beter, mijn duim. Wil je meer filmpjes van me zien? Dan kun je je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. Dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houdoe.